De 68-jarige Hilbrand Korver is wel klaar met koeienmelken, maar heeft nog geen opvolger voor zijn melkveebedrijf. Dit is het gebied waar het over gaat. Toch wil hij zijn weilanden niet verkopen. Hij wil zijn weilanden veranderen in een bloemrijk grasgebied. Een walhalla voor de vlinders en weidevogels. Welke dieren kunnen hier allemaal van genieten? Nou, ten eerste dus de gruto, tureluur, scholeksters natuurlijk. Die vinden deze manier van grasland vinden ze eigenlijk ideaal. Ik wil hier ook een vlinderkast maken. En ik wil hier ook een wandelpad maken, zodat mensen er ook van kunnen genieten. En ik wil het vastgelegd hebben naar de toekomst. En dat kan dus door middel van het stichten van een landgoed. En waarom wil je dit? Omdat ik het gebied heel erg geschikt ervoor vind. Ik ben al mijn hele leven bezig met dit weiland. En ik wil eigenlijk op deze manier ook nog iets voor de toekomst veiligstellen. En wie weet leef ik nog 30 jaar, kan ik er ook nog 30 jaar zelf van genieten. Je zou denken dat de gemeente blij is met de plannen van Korver. De Hoorn- en Kuierpolder, waar de grond deel van uitmaakt, is zelfs uitgeroepen tot beschermd weidevogelgebied. Maar niets is minder waar. De gemeente zegt, de provincie die wil het niet. En de provincie zegt, ja, maar de gemeente die gaat over zijn eigen gebied. Dus de gemeente kan het gewoon doen. En zo blijven ze naar elkaar wijzen, maar gebeurt er onderwijl niets. En hoe lang speelt dit al? Eigenlijk speelt het wel 15 jaar. Korver is niet van plan de strijd op te geven, maar begrijpen doet hij het nog steeds niet.